De gein van composite bodies is het optellen en aftrekken van de moments of inertia. De moment of inertia van het totaal is dus de i van de volle schijf min die van de parabool erin. We weten dat de moment of inertia van een disk een half m r kwadraat is. We gaan de schijf opdelen in allemaal kleine disks met hoogte di. di is dan een half dm r kwadraat, oftewel i is een half keer de integraal r kwadraat dm. De formule voor de totale i wordt dan i is een half keer de integraal r-kwadraat dm min een half keer de integraal x-kwadraat dm. Deze dm's moeten we omschrijven naar iets wat we kunnen integreren. In dit geval die di. De eerste dm is dan de oppervlakte pi r-kwadraat keer de hoogte di keer de dichtheid van de betonro. De tweede dm heeft datzelfde maar dan met x-kwadraat omdat het gaat om kleinere diskjes. We vullen dit in en schrijven het uit... I is een half pi r, maal de integraal van 0 tot 8 r tot de 4e di, min de integraal van 0 tot 8 x tot de 4e di. We weten de formule i is 9 gedeeld door 2 x 2 x kwadraat is dan 9 gedeeld door 2 i, en x tot de 4e is 9 gedeeld door 2 kwadraat i kwadraat. I is dan een half pi r 10 tot de vierde keer 8 min een derde i tot de derde. 9 gedeeld door 2 tot de tweede. Die i is dan 8. I is een half pi r, 10 tot de vierde keer 8, min een derde keer 8 tot de derde, keer 9 gedeeld door 2 kwadraat. En dat levert I is 2,886 x 10 tot de achtste kilogram vierkante meter.